was gewoon haar aanname. Was gewoon dodelijke aanname. Was gewoon Iniesta, bal dood op de grond daar. Was gewoon, ze gingen er al vanuit, deze man kan... Ik begrijp niet waarom ze dat dacht. Maar ik heb dat wel vaker meegemaakt, dat de Nederlander denkt dat ik geen Nederlands kan. Ik weet niet waarom eigenlijk. In ieder geval. Ik kom daar naar binnen, dus kijk me aan. En alsof ik 7 jaar ben of zo. Hè. Zo praat ze tegen mij, alsof ik 7 jaar ben. Mijn snor woog meer dan de helft van haar lichaam. En ze dacht dat ik 7 jaar was. Ketjofia, ze kijkt mij aan, zegt tegen mij... Oh! Kijk nou! Auw! Auw! Heeft u auw? Maar wel u zeggen, mooi. Heeft u auw? Oh, hoe? 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 Hoe komt dat? Hoe? Ik ben het aan het kijken zo. Ik stond gewoon te wachten tot zij klaar was. Hoe komt dat? Zeg het maar. U kunt alles zeggen in dit land. Dat kan. Ja, ja, prima vind ik dat. Wees maar emotioneel. U kunt open zijn. Oh, Nederlanders, waarom zijn jullie zo? Jullie houden van open. Oh, prachtig. Oh, zien het nieuwsartikel. Oh, ik vind het zo mooi hoe open. Ja, die openheid en zo. En die zegt het ook gewoon. Schitterend. Ja, gewoon. Ik kan bijna overgeven. En mijn beeld van Nederlanders op dat moment was gewoon heel duidelijk. Ze bemoeien zich overal mee. Zo ben ik opgegroeid met die gedachten. Nederlanders bemoeien zich overal mee. Dat was gewoon wat ik dacht. Ja? Je rijdt op de snelweg bijvoorbeeld. Rijden. Aan. Toevallig, per ongeluk. En je hebt niet expres gedaan. Per ongeluk, je haalt iemand van rechts in. Je hebt niet expres gedaan. Er is niemand doodgegaan. Je bent niet op AD gekomen. Helemaal niks. Ja? Die Nederlander, hij ziet dat jij hem van rechts in had. Hij doet zo. Met gevaar voor eigen leven. 5 kilometer lang. Ah, rijd door. Klaar, ik heb per ongeluk gedaan. Klaar. Ik kom aan bij groep 8. Wat moet ik doen om in groep 8? Die meester, hij kijkt naar mij. Hij zegt tegen mij, zeg... Wat zou jij later willen worden? Ik kijk hem zo aan. Kijk welke vraag hij stelt. Ik zeg, waarom vrouw? Meneer, waarom? Ik begrijp niet waarom. Ja, wie gaat nou de CITO-toets, hè? Die komt eraan. Belangrijkste toets van je leven. Broer, ik ben 11 jaar, kijk wat je tegen mij zegt. Ik ben 11 jaar, kijk wat je tegen mij zegt. Hij vraagt mij, wat wil je later worden? Waarom vraag je aan een kind van 11 wat hij later wil worden? Ik zit mijn hoofd zit vol met Dragon Ball Z. Frieza gaat bijna dood. Frieza gaat bijna dood, zijn staart is weg. Hoe gaat hij verder vliegen? Ik weet niet wat ik moet doen met hem. Ik zit met mijn hoofd met Goku, met Gohan's kin. Hij wil nog naar Namek gaan. Ik zit daar met mijn hoofd. Schofield, hoe gaat hij er nu uit? Hij gaat daar 5 cent in, zo'n Tory doen, daar komt buis naar beneden. Ik zit er van alles te denken, deze man vraagt me wat wil je later worden. Ik zeg, meneer, ik hou me bezig met morgen, ik weet niet waar ik moet slapen, morgen krijgen wij bezoek. Oh.